Zondag 21 maart wordt vanaf 3:00 middags de quiz van Kees gespeeld. De quiz is de start van een nieuwe samenwerking tussen de historische vereniging Schiedam en het Jenevermuseum. Bestuurslid Kees van Giessen van de historische vereniging Schiedam gaat als een echte quizmaster de deelnemers testen op hun kennis van de stad. De historische vereniging Schiedam zorgt voor een korte toelichting op de onderwerpen. Iedereen is welkom om mee te doen met de online quiz. Ja, welkom Kees van der Giessen van de historische vereniging. Even een kennisvraag voor jou om even erin te komen. Wat gebeurde er 18 maart 746 jaar geleden in Schiedam? 18 maart 746 jaar geleden, toen kregen we stadsrechten. Nou kijk, hebben we de hele ochtend op zitten. Hoe kunnen we Kees vervangen? Maar dat lukt natuurlijk. Klopt, ja. Nou, we kunnen door naar de volgende vraag. Even nog een korte update. De historische vereniging Schiedam. Vertel nog even wat dat is voor de mensen die dat niet weten. Ja, het is een organisatie van mensen die betrokken zijn bij de geschiedenis van Schiedam. Vanuit allerlei disciplines. En het doel van de organisatie is eigenlijk tweeledig. Aan de ene kant mensen informeren over alles wat met de geschiedenis van Schiedam te maken heeft. En het tweede deel is het proberen te behouden van gebouwen en andere zaken in de stad die van historische waarde zijn. Ja. Zit daar kijk nog even naar Silja. Zitten er ook kunstachtige zaken in jullie historische perspectieven? Want er is natuurlijk behoorlijk veel kunst in Schiedam. We hebben bijvoorbeeld, een van de dingen is bijvoorbeeld dat wij in Schiedam een vrij unieke cobra-collectie hebben. Maar er zijn ook andere historische kunstenaars, beeldende kunstenaars, maar ook schrijvers die een band hebben met Schiedam. Dus dat heeft ook zeer zeker een historische waarde. Kan je mij uitleggen hoe dat nou komt dat Schiedam zo'n soort kunststad is? Dat zou je, misschien wat ik nu zeg is allemaal vreselijk, maar past dat eigenlijk bij het imago van Schiedam? Ik weet dat het zo is, maar hebben jullie daar een verklaring voor waarom wij zo kunstminnend zijn? Ik heb daar nooit echt over nagedacht, maar ik denk... Gaan we dat nu doen? Gaan we nu doen. En dan mag Cilia meedenken. Cilia mag meedenken. Ja. Maar ik denk, kijk, mensen zijn altijd gefascineerd door kunst. En mensen vinden het fijn om mooie dingen om zich heen te hebben. En dat kan van alles zijn. En iedereen heeft daar zijn eigen invulling aan. Maar... ik denk dat Schiedam ook, omdat wij vlak naast Rotterdam zitten, zijn er ook denk ik veel kunstenaars die zeggen van nou, Rotterdam is eigenlijk de metropool en Schiedam is wat dat betreft rustiger, wat kleinschaliger en dat trekt toch mensen aan, kunstenaars. Sjoerd Kraaier komt uit Rotterdam en exposeert hier in Schiedam nu, dus dat klopt. Ja. Je hebt ook in de jaren 70 heel gunstig atelierbeleid gehad. En natuurlijk het Stedelijk Museum Schiedam, die als een soort pijler ook met die mooie Cobra-collectie in het midden van dat culturele leven staat. Ik denk, en inderdaad misschien een beetje dat rauwe van een stad die ook kunstenaars aanspreekt. Ja. Oké, goed. Zijn we even bij op dat thema. Jullie gaan deze quiz in samenwerking doen met het Nationaal Jenevermuseum. Mm-hmm. Waarom is dat? Nou, omdat wij vinden dat organisaties binnen Schiedam die zich op de een of andere manier met geschiedenis van Schiedam bezighouden, en dat doet het Jenevermuseum natuurlijk ook, dat die eigenlijk een soort van kruisbestuiving met elkaar moeten krijgen en van elkaars kennis en ervaring moeten gaan maken. En dat is zeer zeker, dan ligt er echt voor de hand dat we met het Jenevermuseum daarmee gaan beginnen. Ja, morgen is die quiz om 3:00. Mensen kunnen daar allemaal online aan deelnemen. Waarom doen jullie deze quiz? Wij hebben dit jaar ook een beetje een jubeljaar. We bestaan 45 jaar. En dat konden we eigenlijk niet echt vieren met een grote manifestatie in het Wenneker, wat we van plan waren te gaan doen. Wat we toen gedaan hebben is dat we onze leden allemaal een afdruk hebben gegeven, cliché, van een werkje van Jacques Tange, als soort met herinnering aan ons 45 jaar jubileum. Dus ook weer dus de quiz is daar ook weer een onderdeel van. En het is ook een begin van een beetje de aftrap van de samenwerking die we hebben met het Jenevermuseum.
die gaat gecontinueerd worden. Ja, ja, zeer zeker. Ja. Als mensen die aan die quiz gaan meedoen, zijn dat inderdaad dan vragen? Want het zijn 20 vragen, heb ik begrepen. Ja. Multiple choice? Het is multiple choice, 3 mogelijkheden per vraag. Ja, en dan is de eerste vraag, wanneer kreeg Schiedam stadsrechten? Was dat A, 900, was dat B, 1100 of was dat C, 1275? Gaat het zo? Dat zou zo kunnen gaan, ja. Zit die erin? Ja, inderdaad, die zit erin. Je wordt bedankt. Iedereen heeft hem nu alvast nee, maar dat mag dan niet gegeven. Nee, dat is toch leuk dat in ieder geval... Ja. Ik was er al bang voor, inderdaad. Ja. En als mensen... Want hebben mensen zich al aangemeld op dit moment? Ik dacht dat de teller nu ongeveer op 20, 25 staat. En hoeveel kaarten heb je? Ja, eindeloos waarschijnlijk. Ja, in principe eindeloos, net zo lang tot de bandbreedte het begeeft. En we hebben geen idee wat dat betreft. Mensen moeten dan invullen, want dan gaat het via een soort... je hebt van die quizjes met Kahoot of zo, dat je dan... Mm-hmm. Werkt het zo? Ja. Ja, mensen moeten zich aanmelden met naam. Ja, je gaat achter je laptop zitten. Je krijgt, als je je opgegeven hebt, krijg je een inlogcode. Nou, die vul je op een gegeven moment in. Je zit achter je laptop. Je pakt je telefoon erbij voor de quiz zelf. En dan, dan lezen we de vraag voor. En dan hebben mensen 30 seconden de tijd om antwoord te geven. Maar het leuke is dat... Hoe sneller je antwoord geeft, hoe meer punten je krijgt. Ja. En uiteindelijk is er dan een winnaar? Ja. Ja. Heb je een eerste, tweede en een derde prijs of alleen een eerste prijs? Nee. Nou, wat we eigenlijk daarvoor nog doen, is dat we na elke 3 vragen even de tussenstand melden. Want dat kan heel snel verschillen. En dat kan heel snel verspringen. En aan het einde zijn er inderdaad 2 prijzen. Er is een prijs voor de winnaar. Ja. Dat is of de Atlas van Schiedam. Dat is een prachtig groot boek met platen en kaarten van Schiedam. En of als mensen dat niet willen, hebben we ook nog de prachtige puzzel naar de kaart van Gein. Van 1000 ongenummerde stukjes. En wat zie je, als je die 1000 stukjes hebt, wat krijg je dan op de tafel? Dan krijg je een kaart van hoe Schiedam eruit zag in de 16e eeuw. Dus het centrum van Schiedam. Ja. Is er nog een soort ballotagecommissie als je je aanmeldt dat je ergens aan moet voldoen? Of nee. Iedereen mag meedoen? Iedereen mag meedoen. Je hoeft dus ook niet lid te zijn van de historische vereniging. Je hoeft niet in Schiedam te wonen, want het gaat allemaal via internet. Het is allemaal online, dus iedereen kan meedoen. Zijn er kosten aan verbonden? Nee. Geen reden om niet mee te doen? Absoluut geen enkele reden om niet mee te doen. Maar er is nog een prijs. Want een van onze zeer enthousiaste stadsgidsen, die zei op een gegeven ogenblik van Kees, als we nou degene die helemaal onderaan staat, die krijgt een stadswandeling. Dat vind ik wel sympathiek. Ja, en dan gaat Kok Boes, een van onze stadsgidsen, die gaat met die persoon die dus kennelijk heel weinig van Schiedam weet, Schiedam doorlopen en dan is die persoon daarna helemaal klaar voor de volgende editie. Hoeveel bedenktijd krijg je eigenlijk? Want dat 30 seconden. 30 seconden. Ik bedoel, je kan dan niet even snel op internet even zoeken. Nee. En hoe langer je doet over het antwoord, des te minder punten je krijgt. Dus ja, het is ook een beetje kwestie. Maar die leden van de historische vereniging, die zijn natuurlijk ontzettend goed ingevoerd. Dus die weten al die antwoorden op die vragen natuurlijk. Dus, dat hoop ik. Maar er zitten vragen bij waarvan ik weet van, nou, de meeste mensen weten dat wel. En er zitten ook vragen bij waarvan ik verwacht dat mensen gaan zeggen van... God, dat heb ik nou helemaal nog nooit geweten. Ja. Hey, wat is jouw ervaring als quizmaster? Ik heb wel eens een keer eerder geschiedenisquiz gedaan voor de historische vereniging. Dat was toen live in de Grote Kerk. En ik heb eigenlijk sinds de corona toegeslagen heeft, heb ik voor een toneelvereniging waar ik lid van ben, heb ik ook een aantal keren een pubquiz gemaakt. Oké. Ja, zo het hip, hot en happening natuurlijk om allemaal een quiz te doen. Bij ons op werk doen we dat ook allemaal erg leuk. Als mensen zeggen, dat vind ik leuk, morgenmiddag om 3 uur wil ik mee gaan doen. Via de website van de Historische Vereniging Schiedam neem ik aan. En daar staat het adres van onze secretaris, het e-mailadres van de secretaris. Daar moeten mensen zich aanmelden. Dus dat is, even ademhalen, het is een lang adres. Dat is secretaris apenstaartje historischevereniging Schiedam.
www.zonderpunt.nl. Ja. Zonder punten of streepjes. Maar het staat allemaal keurig op jullie website. Het staat ook op de website en dergelijke. Ja. Staat het ook allemaal. Syria, ga jij je aanmelden voor morgen of heb je andere plannen? Nou, ik heb andere plannen, maar misschien dat die andere plannen wel samen kunnen gevoegd worden. Want ik moet zeggen dat ik eigenlijk wel voor die hoofdprijs wil gaan. Ja, of voor de laatste prijs, wat ook leuk is natuurlijk. Nou, ik hoop hem niet nodig te hebben. De stadswandeling is allemaal niet verkeerd. Ja, wel leuk, maar ik hoop hem niet nodig te hebben. Ja. Jullie allebei, dank voor jullie toelichting.